Op de Jan Molenwerfstraat in Horen is dinsdagmiddag een meisje in haar been geschoten. De politie heeft een jongen aangehouden, maar kan niet bevestigen dat hij bij de schietpartij betrokken is. Ik was onderweg en ik kwam er langs en ineens zag ik allemaal politieauto's en ambulances. Ik heb ook iemand weg zien brengen met de politieauto. Maar ja, of dat inderdaad degene was die het geweld heeft gepleegd, dat weet ik niet, want dit heb ik niet gezien. Omwonenden konden een tijd niet uit of naar hun woning, omdat de straat door de politie werd afgezet. Ik moet even wachten tot het opgelost is, maar zo'n 20 man is er aanwezig op dit moment. Ja. En de helikopter is net weg, ja. Ik woon om de hoek al 40 jaar en zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Dus ja, je hoort niet anders tegenwoordig. Het slachtoffer is volgens de politie bij kennis en is overgebracht naar het ziekenhuis.